Deze vlog start in het hart van Werkhoven, hier op de Brink. En vanuit hier gaan we een klein stukje dorp nog pakken. We komen langs een sluisje. Dan gaan we het natuurgebied in. Komen we langs Kasteel Beverweert. En ik weet niet wat we nog tegen gaan komen. We gaan het zien. Ga je mee? Het sluisje ligt hier in de Kromme Rijn. De wandelroute gaat er niet direct langs, maar je kan eventueel via het grasveld kun je er naartoe lopen. Het is gebouwd in 1870 en maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En door dit sluisje open te zetten, kon het land dus onder water worden gezet. En zo werd de vijand tegengehouden. Hup, beetje glibberig, beetje cross country. Oh, kijk nou! Eeuw, spooky! Kom je zomaar ineens tegen? Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek is dus het nieuwste wandelnetwerk van Nederland. En heel veel landgoedeigenaren werken ook mee aan dit nieuwe wandelnetwerk door hun land open te stellen voor wandelaars. En van de eigenaar mogen we dus over dit land lopen. Leertjes. Aan het eind van een lange laan kom je bij het 13e eeuwse kasteel Beverweert. Het is in privébezit. U bent hier aan het wandelen met uw hondje? Nou, het is niet mijn hond, maar het is een leenhond. Die laat ik twee keer per week uit. En woont u hier? In Houten woon ik. Oh, dus u bent niet de eigenaar van het kasteel? Nee. Daar woont Geert-Jan Jansen, heb ik gehoord. Kunstenaar, hè? Ja, en ook oud vervalser. Ja. Oh, doet hij dat niet meer? Nee, dat doet hij niet meer. Heb ik gehoord, hè? Ik weet het niet. Hier heeft een gravin gewoond. Ja. Hoe heet ze ook weer? Luitgarde Kastel zu Kastel. En zij was een gravin. Okay. En ook, geloof ik, beschermvrouwen van dit gebied. Ja. Ik dacht dat zij op een gegeven moment dat het kasteel verkocht is en dat zij toen hier in het koetshuis is gaan wonen. Okay. En zij is overleden in 89 of zo. En dit is het gebouw geweest van de internationale school. Maar die zit er al een tijdje niet meer, zo te zien. Allemaal kunstwerken van de heer Jansen, neem ik aan. Oh, ik hoor wel iemand binnen.
Ik heb net even de vrouw van Geert-Jan Jansen gesproken en bij hoge uitzondering mogen we hier even binnenkijken. Er is namelijk een expositie hier aan de gang, maar het kasteel is dus niet geopend voor bezoek. Na kasteel Beverweert wandel je weer richting Werkhoven en zit de wandeling erop. Het was een heerlijke wandeling. Heel mooi, prachtig langs de velden. Een beetje modderig, want het had net geregend. Nou ja, goed, daar ben je wandelaar voor. En heb je goede schoenen en een goede broek aan. Ik zou zeggen, tot volgende week, tot de volgende vlog.